Siri, hoeveel dagen duurt het tot 11 mei? Ik ben gewoon echt bang dat ik het niet ga halen. SOS, examenstress. Oh my god, ik ben er vanaf, jongens! Ik moet zoiets van presteren en ik haat presteren. Ik ben gewoon letterlijk aan het huilen, jongens. Als je straks HBO of MBO of universiteit gaat doen. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze allereerste aflevering van deze nieuwe serie, namelijk SOS Examenstress. Zoals sommigen van jullie misschien wel weten, zit ik nu dus in mijn examenjaar. Ga ik eigenlijk over een maand examen doen op dit moment. Maar ik dacht het is wel leuk om jullie mee te nemen in elke keer een ander stukje van mijn examen. In deze video ga ik jullie laten zien dat ik mijn nieuwe school ga bezoeken. En dat ik mijn profielwerkstuk moet afronden. Ja, de volgende keer weet ik veel bijvoorbeeld. Dan laat ik zien hoe ik leer, et cetera, et cetera. Ik heb het ook eigenlijk bijna nog nooit echt voorbij zien komen op YouTube. Dat iemand hier echt een serie over heeft gemaakt. Dus ik dacht, als jullie nou ook in hetzelfde jaar zitten, in jullie examenjaar en zo, dan kunnen we nog lekker tips uitdelen. En dat soort dingen. En misschien hebben jullie er nog wat aan weet ik veel, de manieren hoe ik leer of zo. Het is leuk dat jullie kijken naar de allereerste aflevering. En laat gelijk ook even weten wat jullie van deze video vonden. En of jullie zin hebben in de volgende afleveringen. Dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Vandaag is het 21 februari. Siri, hoeveel dagen duurt het tot 11 mei? Nog 79 dagen. En dan is mijn allereerste examen. En het is wel grappig, want 11 mei is dus ook mijn verjaardag. Dus ik heb op mijn verjaardag mijn allereerste examen. Mijn examen Engels. En ik ben dus nu bezig met wiskunde leren. Ik heb donderdag een PTA. En ik heb ineens zoveel stress om die examens. Ik weet niet waar het ineens vandaan komt, maar het gaat zo snel nu ineens. Ik ben gewoon echt bang dat ik het niet ga halen. En ik weet ook eigenlijk niet waarom. Oh, en ik ben dus heel bang, zeg maar, omdat ik weet niet echt hoe ik het moet zeggen. Maar ik denk telkens van, ik haal het wel. En het komt allemaal wel goed. Maar nu omdat ik dat juist denk ik, ja, wat als het niet goed gaat, snap je? Dus ik hoop ook dat ik deze toets even ga knallen overmorgen. Ik ben wel echt even helemaal klaar met leren. Maar ik ben gewoon echt wel een beetje bangig of zo. Ik wil gewoon zo graag slagen. Zo graag. Echt mijn allergrootste nachtmerrie is dat ik niet slaag. Ja. SOS, examenstress. Vertelde, heb ik dus morgen mijn wiskundeproefwerk. Dus ik ben nu aan het leren. Ik heb een mindere dip dan gisteren. Het gaat wel weer. En het gaat dus over hoofdstuk 2. Ik hoop even niet dat mijn wiskundedocent kijkt. Maar echt. Ik heb niet zo'n heel goede wiskundedocent. Oh, dit is super erg als ik kijk. Maar dus ik ben gewoon telkens een beetje dat ik denk van, oh, waar gaat het überhaupt over? Ik heb gisteren heel veel opdrachten gemaakt. Ik ben nu allemaal filmpjes nog aan het opzoeken over de theorie. Dat is nog even één keer uitleggen. Dan ga ik vanavond even de andere filmpjes kijken. Maar wiskunde ben ik gewoon echt heel erg bang voor. In maart, het is op dit moment 22 februari. En ik heb dus 20 maart mijn presentatie. Dus daar moet ik ook nog een presentatie voor maken. En dat gaan presenteren. En dat moet ik dus voor alle ouders doen. Even kort hoor. Ik ga dit jaar halen. Hoop ik. Positieve energie. Oké, ik lig in bed. Ik ben een beetje ziek. En ik vertelde jullie dat ik aan het leren was hiervoor. Voor wiskunde. En ik heb een 6,7, jongens. Dus daar ben ik blij mee. Hij telde eigenlijk helemaal niet zo heel mee. Dus ik ben qua mijn gemiddelde maar van een 5,8 naar 5,9 gegaan. Dus ja, ik heb er niet heel veel aan eigenlijk. Maar ja, onderwerp profielwerkstuk. Dat heb ik dus vandaag teruggekregen en ik had het onvoldoende. Zo erg. Ik zal jullie even trouwens mijn profielwerkstuk laten zien. Kijk, dit is het beoordelingsformulier en alle feedback. Trouwens, ten eerste had ik een kapotte map ingeleverd. Dus ja, daar was ze al niet heel blij mee. Oh ja, en ik heb dus de verkeerde versie ingeleverd. Want een keer feedback aangepast van mijn mentor. Maar dat heeft hij dus niet opgeslagen. En toen heb ik dus de verkeerde versie ingeleverd. Met dus niet dat opgeslagen stuk. Dus dat is fucking kut. Want ik dacht eerst, hoe kan ik nou een onvoldoende hebben? Maar
bijvoorbeeld ik moet het met een ander meisje doen en dat staat er dus helemaal niet in. Terwijl ik dat dus wel nog heb verbeterd. Dit is pagina 2. Ik ga er even snel doorheen hoor. 20 maart heb ik mijn profielwerkstuk examenpresentatie. Voor dus allemaal ouders en leerlingen en dat. Dus ik ben vandaag begonnen. Zo ziet het er nu uit. Ik ben net begonnen. Nee, gewoon hoek. Ja, gewoon alles. Heb ik erin. Ik denk dat ik hier van de week dan nog even mee verder ga. Dat ik sowieso dan mijn presentatie af heb. En dan kan ik het daarna gewoon nog even een beetje in mijn hoofd allemaal stampen. Woorden van de week. Ik was daar dus echt totaal niet mee bezig. Met namelijk het inschrijven op een nieuwe school. Ik was er zo niet mee bezig. Dat heb ik nu dus wel gedaan. Na gebeld met een vrouw van die school om me in te schrijven. Ja, ik hoop dat ik ben aangenomen, maar ik moet volgens mij ook dan nog mijn diploma daar naartoe sturen. En moet ik een soort moodboard maken. Ik ga een opleiding doen. Mode en ondernemerschap. Ik denk heel erg leuk. Ik vond het wel moeilijk. Ja, ik weet het gewoon niet zo goed. Ik ben hier één keer naartoe geweest voor een open dag. Wat dus uiteindelijk, dat heb ik ook in een vlog toen laten zien. Toen was het dus niet de open dag van die opleiding waar ik naartoe wilde, maar was het een andere opleiding. Zeg maar, want je hebt twee opleidingen op die school. Ook interieur, dus toen was die lag alleen maar dat. En ik zou dus eigenlijk 21 maart nog naar een tweede open dag gaan, maar dan heb ik dus nu mijn profielwerkstukpresentatie. Dus dat gaat hem ook niet worden. Dus ja, ik ga morgen wel naar de weekstart en daar gaat ze heel veel uitleggen over die presentatie. Ik ben nu helemaal een beetje bang, want nu is het echt een beetje officieel. Nu kan ik niet meer terug. Nou, ik kan altijd nog wel terug, maar... Weet jullie wat ik bedoel? Ik ben nu echt naar een andere school aan het gaan. Pardon! En nou natuurlijk hopen dat ik slaag, want anders gaat dat feest natuurlijk sowieso niet door. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en ik moet straks naar school. En vandaag gaat ze dus alles uitleggen over de presentatie. Die volgende week heb ik in mijn haar dus niet gekamd en wel gewassen. Ik weet niet of het heel slim was, maar goed. Goeie. Ja, dus daar gaat ze alles over uitleggen. Ik loop nu een beetje vast, want ik heb bijvoorbeeld allemaal deelvragen en een interview en zo. Maar ik weet niet of dat, hoe ik dat zeg maar moet presteren. Ja, ik ga nu naar school en dan ga ik het allemaal zien. En dan kan ik vandaag nog ook daar aan werken, want precies over een week heb ik hem. Nou jongens, ik zit hier met Micha en ik ga hem wat vragen stellen in alle afleveringen. Zou je jezelf even kort kunnen voorstellen? Ja, heel goed. Ik ben dus Micha. Goed uitgesproken. Je bent een van de weinigen die het in één keer goed uitspreekt. En ik ben de oprichter van DigiStudies. En DigiStudies is een online examentrainingsplatform. Nou, de reden dat leerlingen een profielwerkstuk moeten maken, is omdat zij eigenlijk klaargestoomd worden daarmee voor een vervolgopleiding. Omdat je als je straks HBO of MBO of universiteit gaat doen. Je hebt natuurlijk heel veel essays die je moet schrijven of onderzoek wat je moet doen. En eigenlijk door middel van zo'n profielwerkstuk, dan leer je jezelf eigenlijk daarop voorbereiden. Wanneer weet je wanneer je een nieuwe school of je nieuwe opleiding bij je past? Nou goed, ja, dat is natuurlijk best wel een moeilijke vraag, want dat kan voor iedereen verschillen wanneer je het weet. Sommige mensen weten natuurlijk al vanaf het begin af aan dat ze op de middelbare school zitten al wat voor vervolgopleiding ze willen doen. En sommige mensen hebben daar wat meer moeite mee. Ja. Ik zou daarin gewoon kunnen zeggen van blijf gewoon dicht bij jezelf. Kijk wat familie daarover of vrienden daarover zeggen. Misschien dat zij wel ook wel een bepaald idee daarover hebben als jij al twijfelt. En ga bij zoveel mogelijk opleidingen kijken. Je hebt natuurlijk gewoon open dagen waar je kan gaan kijken. Als je twijfelt, probeer er dan gewoon zoveel mogelijk te bezoeken. En denk dan gewoon bij jezelf, zie ik mezelf hier rondlopen in deze school, weet je wel? Ja, dus dat is wel een goede vraag om zelf te stellen. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik ben dus bezig met mijn profielwerkstuk presentation. Jongens, het is dus zondag nu en ik heb me vorige week aangemeld voor mijn nieuwe school. Spannend, maar ik heb dus een mail ontvangen met echt dat ik heel veel moet doen voordat ik, want ik heb 29 maart, heb ik een, hoe noem je dat, kennismakingsgesprek en dan moet ik dus echt allemaal opdrachten voor maken. Ja.
Oké. Vandaag maandag 20 maart. Morgen is het dinsdag 21 maart. En dan heb ik mijn presentatie. Ik heb echt het besef nog niet. Ik moet zeggen, ik heb ook niet super goed nog geoefend. Super handig. Dus ik ga hem nu weer even oefenen en mezelf timen. Ik wil het ook niet te vaak doen, omdat ik denk dan... Ja, ik weet niet. Als ik het weet, dan weet ik het, zeg maar. Ik kan dus alleen gewoon niet als die camera aanstaat. Ik word al zo afgeleid. Maar ik ga eerst denk ik even mijn presentatie langs of ik niet nog wat foutjes of zo heb. Want dat zag ik dus volgens mij de vorige keer wel, maar die heb ik toen niet verbeterd. Good morning. 21 maart, de dag van mijn profielwerkstukpresentatie. Ik wil gewoon niet, jongens. Ik wil echt niet. Nu nog één keer oefenen. Ik begin om 11 uur, dus ik heb nu makkelijk de tijd om dat nog even te doen. En dan uit school kan ik het ook nog even oefenen zolang ik wil. En dan heb ik hem dus om 5 uur. Dus ja, spannend. Oké, ik ben uit school. En het is 3:15. En ik moet om 5 uur presteren. Dus ik heb nog even om het te oefenen. Wat ik nu ga doen. En ik ga het nog één keer timen. En dan moet ik het doen. Mijn opa en oma komen dus ook kijken. Mijn moeder heeft er ook gevraagd. Oh my god. Ik had echt niet het besef van dat ik dit moest gaan doen. Maar nu denk ik, oh ja. Ik moet straks gewoon presteren. En ik haat presteren. Ik haat het zo erg. Maar als ik op een gegeven moment eenmaal bezig ben, dan gaat het ook wel. Maar... Oh. Ik heb trouwens ook echt geen idee wat ik aan moet. Waarschijnlijk boeit dat ook echt helemaal niet. Maar ik heb nu echt zo'n vest aan. Ja, ik weet niet, dan voel ik me niet echt een presentator. Ja, ik heb eigenlijk geen idee wat ik aan moet doen. Oké, ik heb dus nu dit aan. Ja, niet zo heel boeiend eigenlijk. Ik heb gewoon een blazer nu aan. Met een blauwe broek en een short shirtje. Alleen, misschien dat ik even een lange mouwen shirt aan doe. Die ook even iets langer is. Ik weet niet of dit een beetje raar is dat ik hem even bloot. Maar zoiets is denk ik wel gewoon normaal, toch? Ja, ik kan toch niet daar in mijn joggingspak gaan staan? En met die bril lijkt ik al helemaal. Nou, ik kan mezelf gewoon niet serieus nemen zo. Maar ik doe denk ik even een lange mouwen shirt aan hieronder nog. Oké, dit is even iets beter, denk ik. Ik heb nu een lange mouwen shirt aan. Perfect. En dan doe ik gewoon van Jordans aan. Ik ben bang. Maar ik snap niet zo goed waarom ik zo bang ben. Maar ik ben gewoon echt heel bang. Oh, ik denk gewoon dat ik een blackout ga krijgen. Ik loop hem ook al de hele tijd te oefenen, maar ik word helemaal gek van. Want ik weet het wel, maar ik denk gewoon telkens dat ik het niet weet. Ik word gewoon gek. Het hart zit echt in mijn keel. Nou jongens, daar gaan we. Denk je dat ik het goed ga doen? Tuurlijk. Tuurlijk. Oh my god, ik ben er vanaf, jongens. Het ging goed. Ja, het ging wel goed, gelukkig. Ik was eigenlijk zowat als eerste aan de beurt. Dus dat vond ik best wel chill. Want dan was ik er daarna gewoon lekker vanaf. En dan zat ik daar niet nog de hele tijd met zenuwen. En ik moest dus ook die van de anderen bekijken. Er kwamen dus gewoon uit mijn mentorklas leerlingen en ouders kijken. Maar goed, ik ben er vanaf. Ik had het echt bloedheet. En ik dacht juist dus heel erg dat je zag dat ik zenuwachtig was. Maar dat viel dus heel Nee, je zag alleen een beetje rode wangetjes. Maar ja. Je had helemaal geen trillende stem of... Nou, nee. Gelukkig. Oh. En mijn docent zei ook dat ik het heel goed deed. Dus, nou, dat was fijn. Ik heb dus van de week mijn profielwerkstuk gehad. En ik heb mijn cijfer binnen. Ik heb een goed. En ik heb dus een goed voor mijn presentatie en voor het werkstuk zelf. Dus dat is top. Ik ben dus ook bezig met die vreselijke dingen voor mijn nieuwe school. Die opdrachten. Ik ga dus volgende week naar het kennismakingsgesprek. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat op mijn nieuwe school. Daar ga ik jullie ook in meenemen. Goedemorgen. Het is vandaag 29 maart. En ik moet vandaag naar mijn nieuwe school. Voor een kennismakingsgesprek. Dat eigenlijk. Ik ben ook eigenlijk al de hele ochtend thuis. Want ja, ik ga dus nu naar mijn eigen school vandaag. En ik moet straks helemaal met de trein en zo. En ik ga, ja, en ik moet ook met de tram. En ik ben gewoon echt... Ik en het openbaar vervoer gaat gewoon echt niet. Maar ja, dan kan ik wel gelijk kijken waar ik helemaal heen moet elke keer. Alleen, ik doe er gewoon langer dan een uur over telkens. Een uur en 10 minuten om daar te komen. Elke fucking dag dan. Maar goed, ik ben benieuwd. Ik moest dus opdrachten maken, dus dat heb ik mee. Dat neem ik mee. Ik heb het wel online. Ik weet niet of dat erg is, maar
laten we wel zien. Echt wat typisch mij. Ik was dus net, ik moest overstappen. En toen ging ik kijken en toen was mijn trein gecanceld. En zeg maar de trein die ik had, die zou dan, dan zou ik er 1:15 aankomen. Dat zou perfect zijn, want 2:30 had ik dat ding, maar ze zeiden een kwartiertje eerder komen, is perfect. Dus dan zou ik precies op tijd komen. Had ze dus gecanceld, dus ik ben nu, kom nu 32 aan. Dus dan ben ik dik een kwartier te laat. Dus ja, ik heb ze gebeld. Ze hebben het nu doorgegeven, maar echt, dit kan alleen mij overkomen. En straks nog met de tram en zo. En ik schijt met mijn broek, want ik mag dit gewoon niet verkeerd doen. Ik moet straks gewoon op de school aankomen. Oh my god. Ik ben gewoon letterlijk aan het huilen, jongens. Ik was er net en ik heb het fucking godverdomme 2 uur gereisd zonder fucking grap. 2 uur heb ik erover gedaan om hier te komen. Om 12:00 ging mijn trein en ik was er iets voor 2:00. En toen zei ik, ja, het is al bijna afgelopen, dus ze gaat je een uitnodiging sturen voor de volgende keer. Ben je serieus? Ik heb 2 uur gedaan om hier te komen. Want ik zit dus in een klas met allemaal anderen en ja, ik was ook wel echt veel te laat, maar nou ja, veel te laat. Ik moest hier 2:30 zijn en ik was er iets van 2:50. Maar je moest er eigenlijk wel een kwartiertje van tevoren zijn, maar die ene trein die ik dus had, die zou gewoon perfect uitkomen. En nu gebeurt dit. En toen viel die tram ook nog eens uit die ik had. Nou echt, jongens, jullie kunnen mij letterlijk oprapen nu. Ik moet nu volgende week dus weer komen. Nou echt, raap mij op. Dit is toch vreselijk. Ik sta hier nu ook in die straat, want ik heb zo geen zin om nu in die tram te zitten. Ik denk dat ik eerst gewoon wat ga drinken of zo ergens. Ik moet echt, bro. Oh my god. Oh my god, ouwe.